In het district Wanica is vandaag het Safe City-project officieel gelanceerd. Met 60 camera's op 20 locaties. Dit project is in december 2018 in Suriname geïntroduceerd. Nagenoeg alle sprekers haalden aan dat het doel van Safe City is het veiligheidsgevoel van de burgers te vergroten. Districtscommissaris Audrey Hankers van Wanica Zuidoost is blij dat de veiligheid van haar district hiermee wordt verbeterd. Gardelito Hiwaki, coördinator van e-government van de overheid, zegt dat de camera's van het Safe City project slechts een maand in Wanica zijn en reeds hebben bijgedragen aan het oplossen van bepaalde cases. Ook haalde Hiwaki aan dat alle betrokken partijen steeds werken aan het verbeteren van het Safe City project. Volgens de algemene beginselen van behoorlijk bestuur is het de taak niet alleen van de overheid, maar van ons allen om zorg te dragen voor veiligheid, rust en orde. Openbare orde, rust en veiligheid is een ruim begrip, maar ook met veel betekenissen. De situatie van vreedzaam samenleven in een samenleving, gekenmerkt door afwezigheid van ons wangedrag, vijandigheden, moeten wij achterwege laten, willen wij praten over een veilig Suriname. Het is iets nieuws. Als je hem laat staan, is hij na een jaar outdated. Maar we blijven samen met de verschillende diensten eraan werken dat het een steeds mooier project wordt of een mooier product om de veiligheid te kunnen garanderen. Verdere uitbreiding. We hebben, naar ik heb begrepen vandaag, anytime toestemming kregen we de goedkeuring van de Volksrepubliek China dat wij, in principe praten we al een beetje over Safe Suriname, omdat het nu Paramaribo Wanica behelst, maar dat wij weer 100 locaties landelijk mogen gaan invullen. Stuart Getrouw, minister van Justitie en Politie, zegt dat veiligheid niet alleen een taak is van de overheid, maar van een ieder. Ashwin Nadeen, vicepresident van Suriname, zegt daarnaast dat het Safe City project voor meer ontwikkeling van het korps zal zorgen. Hierdoor zal ook de veiligheid bevorderd worden. Waar het eigenlijk om gaat, er zijn niet alleen de mensen die daarvoor moeten zorgen, maar die technische middelen waarvan we nu gebruik kunnen maken, gaan we ook gretig gebruik van kunnen maken. Het is een hele ondersteuning naar de politie toe, naar die gemeenschap toe. En dan gaan we er gretig gebruik van maken. Net wat ik eerder gezegd heb. Maar we zijn nog niet klaar. We zijn nog niet klaar, want er zijn nog meer technische middelen waarvan de politie in de toekomst gebruik gaat maken. Want we hebben het ook gehad over die bodycamera's. Zodat we ook de politielieden die moeten zorgen voor de veiligheid van u allen, moeten gaan beschermen. Manschappen, geweldig. We hebben een nieuwe lichting die komt, de mensen zijn bezig. We hebben het materiaal van 66 of 77 motorvertuigen. Ik begrijp, er komen motorcross dingen erbij. De technologie, wat we straks komen, meneer Hiwaki, ik denk, u had het over de radiocommunicatie. Alle politiewagens krijgen in één keer een broadcast, waar is een case, en je moet het direct kunnen oppakken. U kunt voorstellen de snelheid waarmee we kunnen werken straks. Dat op het moment dat er iets gebeurt, er direct ingegrepen wordt van de dichtstbijzijnde politieagent die daar is. Dat soort dingen, als we nadenken, voelen we ons al veel beter. Dat is wat we moeten communiceren. Maar het gaat niet alleen om manschappen en materiaal. Het gaat ook om mindset en moraal. Ashwin Nadeen, vicepresident van Suriname. Hij sprak vandaag bij de lancering van het Safe City project in het district Wanica.